Van harte goedendag en welkom bij deze editie van SZF, De Wegwijzer. In deze aflevering krijgt u een verslag van een lezing die handelde over plasklachten bij mannen. Ook krijgt u informatie over het leven met nierdialyse. Veel luisterplezier. Het niet tijdig aanpakken van plasklachten bij mannen kan een bijzonder slechte invloed hebben op het leven van mannen. Dit kwam afgelopen week naar voren tijdens een lezing georganiseerd door de urologiepraktijk van het Sint Vincentius ziekenhuis. Vele mannen zijn zich daar niet van bewust. Plasklachten hoeven niet meteen te betekenen dat er sprake is van prostaatkanker. Er zijn veel oorzaken voor plasklachten. Zo kunnen ze ontstaan bij een urineweginfectie of door een verminderde of verhoogde spanning van de blaaswand. Dit zegt de specialist, waarbij hij het laatst vooral duidt op mannen die voor langere perioden hun urine ophouden. Door dit te doen, rek je de blaaswand uit en als dit eenmaal is gebeurd, krijg je problemen bij het plassen. U hoort uroloog Sjoeke Smorenburg, inleider van de presentatie. Nou, de plasklachten die bestaan eigenlijk uit twee stukken. Dat heb ik in de dia's laten zien. En één is dat mensen, als ze moeten, ook gelijk naar de wc moeten. Dus onrust van de blaasverschijnselen. En twee is dat het zo kan zijn dat het moeilijk is om het kwijt te raken. En de onrust van de blaas, dat is waar de mensen het meeste last van hebben. Stel je voor, je zit in een theater, zit ergens naar te kijken of je bent onderweg. En je krijgt in één keer aandrang en je kan het niet houden. Je moet gelijk plassen. Dus dat is onrust van de blaas is een heel... Heel bothersome noemen we dat. Het is echt een heel irriterend. En dat de straalsterkte slechter is, is wel lastig, vervelend, maar dat vinden ze minder belangrijk. Je ziet, gemaal, in Europa hebben ze daar metingen op gedaan, dan zeggen ze boven de 50 jaar, begint het met 60%, 2 op 3, gaan er al last van krijgen. Het is een natuurlijke veroudering van de kijk, een prostaat die groter wordt, kan dit soort klachten geven. En je kan alles wel ziekte noemen, maar dit hoort bij het leven. Het gaat klachten geven. En in het algemeen is het goedaardig, maar wel heel lastig. Dit hangt met de leeftijd te maken. Naarmate we ouder worden, gaat onze prostaat groter worden, bij alle mannen. En op een gegeven moment ga je daar hinder van krijgen. Ik kan wel zeggen, je moet zorgen dat de prostaat in goede conditie blijft. Maar dat klinkt heel netjes en heel aardig, maar dat is eigenlijk geen goede methode voor. Dus wat je wel moet doen, is gewoon een goede lifestyle hebben. Je moet gewoon gezond eten en drinken en voldoende vocht binnenkrijgen. Maar het is niet zo dat je nou iets kan doen om te voorkomen dat je prostaat groter gaat worden. Absoluut niet. Kijk, prostaatkanker en goedaardige prostaatvergroting zitten allebei in de prostaat. Alleen prostaatkanker zit aan de buitenkant van de prostaat, zeggen we altijd. En daar is wel iets van te vinden. En dat kan je met screening kan je dat oplossen. Je kan met PSA-screening kan je dat gaan nakijken. En je kan daarmee niet voorkomen dat je dat krijgt, maar je kan wel in de gaten hebben dat je het krijgt. En BPH, hè, dus plasklachten, dat zijn echt klachten die je zelf last van hebt. En prostaatkanker heb je helemaal geen last van. En prostaatkanker, dat kan wel plasklachten geven, maar dat hoeft helemaal niet. Michel Blokland, huisarts, legt uit dat hij nogal wat mannen op de poli krijgt met plasklachten. Hij legt hierover het volgende uit. Nou, ik denk dat het een klacht is die vaak voorkomt. Zeker bij mannen. Nu was de focus niet echt alleen op de mannen gericht, maar plasklachten bij mannen, dat zien we heel vaak voorkomen. Ook in de praktijk van de huisarts, die dan soms de behoefte heeft om die patiënt door te sturen naar de uroloog. Dus het kan liggen op het niveau van de pisbuis, van de prostaat vooral, maar de bekkenbodem ook. En ook neurogeen, zoals we dat noemen. Dus wanneer er niks aan de hand is met het spierstelsel of met de blaas of de prostaat, maar dat met de zenuwvoorziening er wat aan de hand is, waardoor dat hele stelsel niet goed werkt. Natuurlijk is het zo dat de meeste klachten inderdaad dus voorkomen bij mannen boven een bepaalde leeftijd. En in dit geval
is het ongeveer zo rond het 50ste jaar en ouder dat toch de meeste klachten zich voordoen. Bij mannen wordt die prostaat gewoon groter wanneer je 50 jaar en ouder bent. Het is bijna hetzelfde als wanneer je grijs wordt. Weet je? Dat is bijna niet te voorkomen. En dat is ook een van de grote oorzaken dat mannen dan van 50 jaar en ouder wat meer klachten hebben bij het plassen dan jongere mannen. Alhoewel dat ook kan voorkomen bij jongeren, maar dan is er vaak dus een ander probleem daar aan de orde. Het aantal dialysepatiënten in Suriname blijft toenemen. Dit maakt uitbreiding van het aantal dialyseplekken en faciliteiten noodzakelijk. Op dit moment telt Suriname reeds 10 dialysecentra voor ruim 700 dialysepatiënten. Behalve dat de cijfers stijgen, komen er ook steeds meer jonge patiënten bij. Siegfried Chetrotaruno kampt al jaren met nierfalen. Openhartig deelt hij zijn verhaal met ons. Uw aandacht hiervoor. Er is een totale omwenteling gekomen in je leven. Een soort grote revolutie. Ik ben de kostwinner in huis geweest. En dat moet nu uitvallen, betekent een financiële terugval. Je gezondheid is eraan. Je bent afhankelijk van jouw partner. De rollen zijn helemaal ondersteboven gegooid. Waar ik de broekie aan heb, moet nu mijn vrouw dat overnemen. Ik moet dat, of ik wil of niet, ik zal het moeten afstaan. Leven met iemand die dialyseert is heel zwaar. Als je 3 keer per week moet dialyseren, betekent het vaak dat je niet meer naar je werk toe kan. Dat er bijna zeker iemand is in de kring die u kent, die dialyseert. Of erger nog, dat u een van de 500 mensen bent die dialyseert. Ja, 43 jaar lang gewerkt als manager. Altijd vol in liefde op de werkvloer. Eten, drinken, alle soorten lekkernijen. Dat was echt heerlijk. Totdat de mededeling van de nefroloog mij bereikte van je moet gaan dialyseren. Ik heb me, ondanks mijn dieetvoorschriften, ondanks mijn hypertensie en diabetes, heb ik me niet gehouden aan mijn dieet, waardoor ik dan terecht ben gekomen in die groep van de dialyse patiënten. Dialyseren heeft niet alleen een impact op mij gehad, maar ook die van mijn partner en mijn huisgenoten. Je moet je houden aan de regels van een dialysepatiënt. Vooral bij mijn man komt het vaker voor dat zijn tensie heel laag is. En iemand met een tensiedaling van 95 op 34 kan je niet alleen laten. Dus het vergt heel veel van je. En jammer genoeg, in de jaren dat ik heb gedialyseerd, heb ik mogen constateren dat er vele huwelijken kapot zijn gegaan, omdat de ene dat begrip of dat geduld niet heeft kunnen opbrengen. Onze nieren, we hebben er 2 van, die hebben 3 belangrijke taken. 1. Ze filteren ons bloed van afvalstoffen 24/7 en dat wordt uitgescheiden in de vorm van urine. 2. Ze zorgen ervoor dat al het overtollig water en zout dat we naar binnen krijgen, wordt weggefilterd. Dat wil zeggen dus dat ze ook onze bloeddruk regelen. 3. Ze zorgen voor de aanmaak van hormonen, zodat we sterke botten en voldoende bloedaanmaak kunnen krijgen. Dat zijn de 3 belangrijkste taken. En dan kun je ook meteen merken het belang daarvan. Zonder nieren heb je dus vergiftiging van het bloed, waardoor je kan overlijden aan een, ja, zeg maar, nierfalen met bloedvergiftiging.
Maar bovenal is het goed te realiseren dat nieren vitale organen zijn. Zonder nieren geen leven. Ik dialyseer 4 keer in een week. En elke sessie duurt 4 uren lang. En eentje van 3 uren. Als je 4 uren dialyseert, lijkt zo lekker dat je in een stoel zit. Maar het is geen gemakkelijkheid. Je raakt vermoeid ervan. En na een dialysebeurt kan je een beetje wazig zien. En als je thuis komt, krijg je dus daarna, de dag daarop, dan een dialysekater. Hetgeen betekent wanneer je leuke dingetjes hebt aangeboden, hebt gehad, dat je dus dan die moet gaan skippen. En dan ziet er werkelijk, sommige dagen lijkt het alsof jouw leven dan nu echt zo donker uitziet. Mensen die dialyseren hebben echt heel veel problemen. Mensen verliezen hun baan. Als je baan verliest, verlies je inkomen. Je kan niet meer zorgen voor het gezin. Dus je krijgt relatieproblemen. Aangesloten worden op een dialysemachine leidt ook vaak tot dat mensen problemen krijgen met seksualiteit. Kortom, dialyse is pure ellende. Er zijn momenten geweest dat het heel moeilijk ging in onze levensrelatie. Omdat hij niet kon accepteren dat hij ging dialyseren. Daarom is een goede verstandhouding heel belangrijk om door te kunnen bijten. Ik voel me behoorlijk, echt behoorlijk geïsoleerd. Vanwege het feit dat vrienden die je had, die je makkelijk kon bellen en zeggen van hé, laten we ergens naartoe gaan om iets te gaan doen. Die dat soort gevallen vallen uit. En ik kan niet op vakantie, omdat ik gebonden ben aan het 4 keren dialyseren, dan voel ik me echt behoorlijk geïsoleerd. En dan heb ik soms wel medelijden met mijn partner, omdat die haar werk vroegtijdig heeft moeten opzeggen, alleen dat ze mij die 4 keren naar de dialyse kan brengen. Nierinsufficiëntie, zoals het wordt genoemd, nierschade, is net zoals suikerziekte en hoge bloeddruk. Wat de belangrijkste oorzaken zijn van nierschade, zijn de 3 stille ziekten, silent diseases, die geen klachten geven totdat het te laat is. Op mijn poli als nefroloog word ik dagelijks geconfronteerd met nieuwe verwijzingen en dan praat ik over ongeveer 2 tot 3 nieuwe patiënten per dag die zich aanmelden in verband met een verminderde nierfunctie. De cijfers liggen er niet om. We hebben in Suriname heel veel dialysepatiënten. Maar wat zorgen baart is dat er elk jaar meer dan 100 nieuwe patiënten erbij komen. Op dit moment dialyseren 1 op de 750 Surinamers. Dat is bizar veel als je vergelijkt met andere landen in de wereld. Staan wij dus gerust in de top 5 van de wereld, samen met landen als Japan en de Verenigde Staten. Maar om het nog erger te maken, we hebben op dit moment een stijgende trend waarbij het voorspelbaar is dat we binnen enkele jaren 1 op de 500 Surinamers aan de dialyse zullen hebben. Dat betekent dus dat er bijna zeker iemand is in de kring die u kent die dialyseert. Of erger nog, dat u 1 van de 500 mensen bent die dialyseert. Als ik kijk naar mijn centrum, ik heb ongeveer 250 patiënten. En vorig jaar zijn 57 mensen dood gegaan. Vorig jaar heb ik 110 nieuwe patiënten gehad en daarvan zijn 30 binnen 3 maanden dood gegaan. En ik heb verder nog 25 mensen die al langer dan 3 maanden dialyseren, die zijn ook overleden.
Dus dialyse leidt ook tot voortijdige sterfte. Mensen gaan, als je moet dialyseren, mensen die moeten dialyseren, lopen de kans op gewoon eerder dood te gaan. De vraag is dan ook meteen van, wat kan ik eraan doen om daar niet te belanden? Kan je er wat aan doen? Het antwoord is ja, in 90% van de gevallen kun je er wel wat aan doen. En dat is ervoor zorgen dat je een gezonde levensstijl op nahoudt, ten einde geen hoge bloeddruk en geen suikerziekte te ontwikkelen. En als die er eenmaal zijn, dat die goed geregeld blijven. Hoe doe je dat? Gezond leven betekent voldoende bewegen, oftewel een half uur per dag flinke beweging op de fiets of loopband of gewoon lopen in de straat. En gezond eten, dat betekent niet veel zout, niet meer dan 5 gram zout per dag. Dat betekent eigenlijk dat we geen zout meer in ons eten hoeven te zetten, want alles heeft al een beetje. 2, niet overdadig veel vet en suiker om overgewicht te voorkomen. Daarmee kunt u ervoor zorgen dat de kans om bij deze 1 op de 500 te horen klein of afwezig blijft. Leven met dialyse is erg zwaar. Als ik mijn leven terug zou kunnen draaien, zou ik me houden aan die gezonde leefregels. Ja, onder andere de gewoonte die ik had, drinken, roken, zou ik achterwege laten. Dat is een bron, is een aanloop naar de situatie waar ik nu ben beland. Dus mensen, ik zou u willen aanraden, denk echt niet te lichtvaardig over. Ga voor gezonde leefstijl. En dan gaat u echt niet belanden waar ik me nu bevind. Dit was Marcia van der Bob. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer met een nieuwe aflevering van De Wegwijzer.